waarvoor moet je hier gaan bouwen? Weet je, Hoogvliet, er staat genoeg leeg, hè? Plek genoeg. Dan kan je dit mooi groen laten. Die mensen die daar wonen ook, die hebben hartstikke mooi uitzicht. Ik woon dan zelf hier. Ik heb niks achter mijn huis, weet je. Ik heb dat huis 4 jaar geleden gekocht. In de veronderstelling dat hier gewoon eigenlijk nooit meer gebouwd zou worden. Er heerst onrust in Hoogvliet in de wijk Nieuw-Engeland. En dan voornamelijk bij de bewoners van de Venezuelaweg en het Curaçaoplein. Sinds ze hebben vernomen dat er bouwplannen zijn voor tijdelijke woningen in het Bonairepark, zijn er al meerdere acties opgezet. Nee, niemand ondersteunt het plan ook hier in de wijk, wat ik tot nu toe. Ja. Wij wonen hier achter op het plein en met de bewoners hier hebben we een handtekeningactie gedaan. Op papier, want niet iedereen heeft Facebook. En we hebben een online petitie, zijn we gestart. En we hebben een website gemaakt. En hierachter zijn ook spandoeken gemaakt. Er blijft minder groen over als hier gebouwd gaat worden. Er wordt echt heel veel gebruik gemaakt van dit park. Door wandelaars, fietsers, echt dagjesmensen. En wat toen ook ooit is gezegd, is dat ze de woondruk in Hoogvliet willen verlagen. Dus er is heel veel hoogbouw gesloopt. Daarvoor in de plaats zijn heel veel eensgezinswoningen gekomen. Dus per vierkante meter is ook minder bebouwd. Ik zelf zie die noodzaak niet zo, weet je. Waarvoor moet je hier gaan bouwen, weet je. Hoogvliet, er staat genoeg leeg, hè. Er staat daar een Arbo-gebouw bij de metrostation, dat staat hartstikke leeg. Dan kun je zo ook als gemeente, ik weet niet of dat van een projectontwikkelaar is of iets dergelijks, dat kan, dat het niet van de gemeente is, maar de gemeente kan dat ook huren, bij wijze van. Weet je, dan hoeven ze hier niet te gaan bouwen. Dat scheelt ze ook weer, dan hoeven ze ook niet na 15 jaar weer af te breken, weet je. Als je een Hoogvliet rondkijkt, dan zijn er best wel wijken te vinden waar ik kan zeggen, nou, daar zou je best wel kunnen doen. En ze worden flats gesloopt, die worden in de planning van de nieuwe Hoogvliet toen destijds. Nou, laat die flats nou staan, huisvest daar die mensen in. En zorg dat dit een leuk gebied kan worden. Ook de invulling van de tijdelijke woningen houdt de gemoederen bezig. Het zou vooral gaan om jongeren en jonge statushouders waarmee gevreesd wordt voor een nieuwe ghetto. Iets waar de buurt geen tweede keer op zit te wachten. In de jaren 80 stonden er op deze plek namelijk ook een aantal flats berucht om criminaliteit en drugshandel. Beter bekend als de Waaier, waarvan de ruïnes nog zichtbaar zijn. De plannen die er zijn, zijn 100 tijdelijke woningen bouwen voor jonge statushouders. Ik heb ook begrepen probleemjongeren. En dat willen ze dus hier in het park gaan doen. En we weten gewoon niet wat er gebouwd gaat worden. En dat is het vervelende nu. We zijn gewoon niet geïnformeerd. En in de wandelgangen zeg maar, hebben we gehoord dat ze eind dit jaar al willen gaan starten met de bouw ervan. De gemeente heeft laten weten deze week de bewoners te informeren over de plannen middels een brief. Daarna zullen er gesprekken gevoerd worden over de ontwikkelingen en kan er officieel bezwaar worden gemaakt.